Het mediabedrijf van John de Mol heeft alle banden met het AD verbroken omdat met name Angela de Jong erg kritisch is, maar er is één talpa programma dat zich niet houdt aan die boycott, Veronica en Sight. Of VI Vandaag, zoals het programma na de jaarwisseling heet. Die willen Angela namelijk gaan opvoeren als vaste gast. Een paar uur nadat de boycott was afgekondigd kreeg Angela een telefoontje van de eindredacteur van VI. Het was of ik af en toe aan wil schuiven of wel eens aan wil schuiven. Ik weet niet meer hoe de eindredacteur dat precies zei, vertelt ze in haar media-podcast. Presentator Manuel Venderbos, is dat nog ingetrokken? Angela, nee, volgens mij niet, dus ik heb ze vriendelijk laten weten dat als de aanleiding daar is en ze bellen, dat ik best een keer aan wil schuiven. Het is natuurlijk de ultieme wraak, Angela, die als Talpa's meest gehate persoon opduikt in het nieuwe paradepaardje VI Vandaag. Het lijkt me leuk met Johan Derksen en consorten. Nee, dit is niet cynisch, dit is echt. VI Vandaag zal elke werkdag te zien zijn op SBS 6. Veronica en Said was twee keer per week te zien. Die talkshow beleefde afgelopen maandag zijn laatste aflevering. Angela, ik verbaas me er echt over dat er zo'n gedoe wordt gemaakt over die laatste VI, terwijl ze over een paar weken gewoon weer verder gaan. Johan Derksen heeft zich overigens fel uitgesproken tegen de AD-boycott van Talpa. Ik schaam me een beetje voor die boycott. Dat beleidsbepalers van een groot media-imperium zich opgefokt gedragen, omdat een mevrouw uit Rotterdam een afwijkende mening verkondigt. Hij heeft er zelfs een mail over gestuurd aan John de Mol. Ik vind het een complete afgang.